Jurgen Mathij, hoe groot is jouw frustratie na deze 6-0 bij PSV? Ik kwam net in de kleedkamer en toen zei ik het ook al van, je staat gewoon voor lul. En ik denk dat dat het ergste is wat er is. En ja, dat doet pijn, eerlijk is eerlijk. En het maakt niet uit hoe deze avond had gegaan. Maar op deze manier verliezen is iets wat absoluut niet mag gebeuren. En ja, het gebeurt weer. Wat zeggen ze dan tegen elkaar in de kleedkamer als je zoiets zegt? Ja, ik denk dat het nu iedereen komt binnen en er is zoveel frustratie. En het was nog. Er werden wel wat dingetjes gezegd, maar het was vrij rustig. Omdat iedereen zit in zo'n grote teleurstelling. Dat je tegen een topclub gewoon weer 6 doelpunten verschil verliest. Met 6 doelpunten verschil. Het liefst wil je gewoon zonder te douchen de bus instappen en weggaan. Maar dat kan niet. En ik denk dat we het wel echt over onszelf. Dat we onszelf de schuld mogen geven, ook al heeft PSV meer kwaliteit. PSV heeft meer kwaliteit, dat is niet dat het zeker is. Maar toch, als je gaat kijken naar deze wedstrijd, Excelsior heeft niet één keer op doel geschoten. Waar ligt dat aan? Ik denk dat wij aan de bal gewoon te weinig durf hadden. En we durfden niet te voetballen. We kwamen niet in de duels, in ieder geval niet goed in de duels. En daardoor liep je gewoon heel de wedstrijd achter de feiten aan. En ik denk dat je eigenlijk al na 5 minuten kon zien dat. Het klinkt raar, maar dat PSV ging winnen. En ik denk dat je toch ongelukkige doelpunten nog wel weggeeft. Je verdedigt gewoon heel slecht. En dat mag absoluut niet gebeuren. En dan help je PSV. En met de kwaliteit die hun hebben, hebben hun denk ik heel de wedstrijd controle gehouden en ons overal afgetroefd. En weer een grote nederlaag, weer veel tegendoelpunten. Ja, je zou bijna denken dat als we nog een keer tegen spelen, dat we met 6 doelpunten verschil die wedstrijd afdoen. Maar zoals ik al zeg, kijk, tegen Ajax deed je misschien nog redelijk leuk mee tot aan de 2-3-1, denk ik. En dan geef je op. Vandaag geef je, ik wil niet zeggen dat je vandaag ook opgeeft, maar ik denk dat je vandaag gewoon helemaal niet in de wedstrijd zit. En je loopt gewoon heel de wedstrijd achter die ballen aan, achter hun aan, achter de feiten aan. Je komt niet in de duels en als je dan ook de doelpunten zo makkelijk weggeeft, dan is het een hele zware en lange avond. Ik heb het gevoel dat Excelsior misschien al zelfs had opgegeven voordat überhaupt Eindhoven bereikt was. Nou, kijk, ik kreeg net de vraag ook al van hoe gaan jullie hier naartoe? Kijk, je gaat hier niet naartoe. Ik denk dat geen enkele club hier naartoe gaat met het idee van we gaan hier naartoe en we willen zo min mogelijk tegendoelpunt hebben. Wij gaan hier gewoon naartoe om resultaat te halen. En ik weet dat het heel raar klinkt als je 6-0 verliest, maar ik denk gewoon dat wij niet de arbeid erin hebben gelegd die wij moeten doen. Om in ieder geval het kwaliteitsverschil een beetje gelijk te trekken. Wij hebben gewoon vanaf de eerste seconde, vanaf de fluit ging, hebben wij laten zien dat wij vandaag niet goed genoeg waren om PSV tegenstand te bieden. Als je kijkt, je hebt nu na 15 wedstrijden 40 doelpunten tegen, meest gepasseerde ploeg van de Eredivisie. Dat zou jou als verdediger toch ook moeten steken? Dat is inderdaad iets waar ik, daar frustreer ik mij zeker om. Ik denk, als je doelpunten tegen krijgt en je kijkt terug en je hebt zoiets van, goed uitgespeeld en wat dan ook. Natuurlijk, vandaag speelt PSV de aanvallen goed uit, maar ik denk wedstrijden hiervoor maken wij echt hele grote fouten. En dan geven wij de doelpunten veel te makkelijk weg. En dat is zeker iets wat mij als verdediger stoort. En, waar ligt dat dan aan, dat je die doelpunten zo makkelijk weggeeft? Waar heeft dat mee te maken? Ja, het is heel makkelijk nu om te zeggen de verdediging. Ik denk dat we als team iets niet goed doen. Ik denk dat wij als laatste, laat ik zo zeggen, als achterste vier verdedigers, toch wat te makkelijk de ballen, de loopactie te makkelijk laten gaan. De bal te makkelijk laten schieten, wat dan ook. Dat we met iets meer... klinkt raar, maar scheid misschien is het raar, verkeerde woord. Maar ik denk dat we met iets meer ballen moeten gaan verdedigen. Want we geven nu zoveel ruimte weg, zo makkelijk de doelpunten weg. Het is niet alleen de verdediging, laat ik dat wel voorop stellen. Maar wij zijn verdedigers, we worden hierop afgerekend. En dat is zeker iets wat wij als verdediging beter moeten doen. Dan krijg je twee eigen doelpunten tegen. Ja, waaronder eentje van jezelf ook. Ja, dat is... Wat gebeurde daar? Ik zag dat De Jong ging schieten en ik dacht, spits, weet je, schiet die bal vol op goal. En hij gaf hem laag voor en ik rekende er niet op, maar hoe ik hem daar verwerkte was wel, amateuristisch misschien nog wel heel licht uitgedrukt, maar dat was echt heel slecht. En ik denk dat dat wel in deze wedstrijd past en is weer zo simpel om te zeggen, het mag absoluut niet gebeuren, maar zo'n doelpunt weggeven mag zeker niet.
keer heb je nu een eigen doelpunt gemaakt. Het was niet de eerste volgens mij, hè? Ja, weet je, het mooie is, ik ga geen antwoord zeggen hoeveel, omdat ik net heb gehoord hoeveel het er waren. Hoeveel? Laat ik zo zeggen, ik kan me niet herinneren dat het er meer dan het aantal was dat ik in mijn hoofd had. Ik wist dat ik PSV vorig jaar thuis had. Volgens mij nog eentje en dan was ik al klaar. Het zijn dingen waar ik me niet echt bezig mee hou. Kijk, dit is... Ik ga zeker kijken hiernaar en ik ga kijken wat ik beter moet doen, beter moet staan en noem maar op. Maar ik denk dat dit momenten zijn dat die wel echt heel snel uit je hoofd moeten. Want anders kan het nog wel tegen je gaan werken. En ik denk dat ik mentaal wel sterk genoeg ben om hiermee om te gaan.